Yo kijkers, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een aantal tips en als je mij nou gratis wilt supporten in de itemshop, kan dat zeker. Use code Cazorla in de itemshop. Zou ik erg waarderen, we zitten bijna op de 100 supporters. Te beginnen, als jullie dit leuk vinden, laat dan zeker even een blauw duimpje achter. En vergeet zeker ook niet even te abonneren. En als allereerste, ik heb twee nieuwe settings. En dat raad ik jou ook zeker aan om te veranderen. Staat die auto open doors, heb ik aangezet. Waarom, dat ga ik je zo laten zien. En ik heb een nieuwe instelling. Enable Foot Controller heb ik aan en dan beide op 0.01. En waarom heb ik dat aan? Omdat het dan, het voelt wat meer smoother, de game. Het spelen op controller. En wat is het nou eigenlijk? Dit is eigenlijk de acceleratie van je joystick. Als je die op 0.01 zet, is die acceleratie is er niet. Dus heb je gelijk, voelt het gelijk wat smoother. Dus dat zou ik zeker aanzetten. En waarom heb ik nou Auto Open Doors aan? Stel je voor, ik ben aan een tunnel hier, tunnelen. En ik choke bijvoorbeeld een edit, dan gaat hij gelijk open, waardoor ik geen snelheid verlies in het tunnelen. Dus dat zou ik zeker open doen, want ik af en toe best wel vaak zo'n edit verpest. Nu heb ik dat gezegd en dan gaan we door met de drie tips. En ik heb hier Rick bij me. Hallo. Die met zombies aan het spelen is. Ja. En ik ga een aantal tips laten zien. Ik pak even een pump en een SMG. En ik pak hier even een andere items en... De Junkrift is nieuw in de game. En dit is eigenlijk tip nummer 1. En waarom de Junkrift? De Junkrift is heel handig als je in retail bent. Het enige wat je hoeft te doen is je gooit een Junkrift op zo'n spanner en hij is gelijk dood. Vaak spant er ook weer een Junkrift uit die spanner. Waardoor je de hele tijd door kan farmen. Je kan echt de hele tijd door farmen. Dus die Junkrifts zijn heel handig om op zo'n spanner te gooien. Dat is eigenlijk tip 1. Tip 2 is eigenlijk, hoe kan je nou efficiënt roteren? Nou, dit gebruik ik altijd in solo's. Ik ga altijd zo roteren. Maar het kan zo zijn dat hier nog iemand zit. Dus wat ik dan doe is... naar beneden kijken. Wel proberen door te blijven rennen. Muurtje en trappetje. Dan ziet het er eigenlijk... ziet het er zo uit. En dit gebruik ik. Hier gebruik je eigenlijk 3 bouwmateriaal voor eigenlijk 1 hokje om ver te gaan. En met solo is het best wel, je hebt natuurlijk maar 500 bouwmateriaal per ding. Dus het is best wel efficiënt om zo te tunnelen. Nu gaan we naar tip 3. En hiervoor heb ik Rick nodig. Dus kijk, stel je voor, Rick is de enemy. En Rick, die zit bovenop mij. Dus Rick, die gaat mij bijvoorbeeld even lezen. Die denkt, ik ga in zijn box komen. Wat ik nu doe, hij valt in mijn box, ik spring... En hij wordt getrapt. En ik kan natuurlijk ook zo doen. Ik kan zo doen. En ik zal het nog één keer in slow motion laten zien hoe dit nou eigenlijk gaat. Want Rick denkt, ik val op zijn trap. Maar dat gebeurt niet. Het leuke is, ik zit door mijn trap heen. Waardoor Rick door mijn trap heen valt. Druk, kom eens. Rick valt eigenlijk door mijn trap heen. Nu kan ik hem nog schieten zo. Maar als ik spring, zit hij eronder. En zit ik erboven. En dan kan ik eigenlijk alles doen. Ik laat het nog één keer zien, Rick. Nice. Stel je voor, hij zit daar. Hij gaat hakken. Gaat overal trash. En dood is hij. Dus dat is eigenlijk een hele handige truc. Dat je die trap, ik zal het nog even één keer laten zien. De trap kan je eigenlijk gebruiken als bait. Hij denkt, ik val op hem. Hij valt op hem en hij gaat er gewoon doorheen. Je kan hem ook pumpen, maar als je traps hebt, is het verstandig om gewoon hier een trap in te zetten. Dan kan hij er 100% zeker niet uit. En je kan ze ook aan de zijkant. Dus heb je eigenlijk een guaranteed kill en je kan hem ook gewoon 200 pumpen. Dat kan ook. Dat is eigenlijk mijn derde tip. En ik heb nog even een bonus tipje. Zal ik even laten zien. Deze vind ik erg lastig, maar stel je voor, er zit iemand voor je neus. En dit moet je snel doen, want ik vind het erg lastig. Dus je moet door de trap heen staan, waardoor je een boost krijgt. En dan spring je naar voren. En dan kom je eigenlijk achter hem, waardoor je erg schrikt. Één keer laten zien. Oh. Hup. En dan kom je er zo achter. Dus dan moet je eerst editen, naar voren lopen, springen. En dan word je gefaced door dit. Waardoor Rick schrikt. En dan ineens. Boom! Ja, geen 200 pump. Dat is een meewerker, hè? Dan ja. Dus dat zijn eigenlijk mijn 3 of 4 tips voor jou. Als je dit nou leuk vindt, laat even een blauw duimpje achter en laat even weten wat voor tips jij nog wil zien. En als ik veel blauwe duimpjes omhoog krijg, weet ik dat jullie het leuk vinden. Dus dan kan ik binnenkort nog wat tips gaan maken. En dan zie ik jullie in de volgende video.
En dan elk toernooi, jongens, woensdag tot en met zondag. Als ik kwalificeer ben ik live, dus kom ook zeker even kijken bij de livestreams. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ciao, ciao.